Een overbekend schilderij van Van Gogh, de thuiswever. 100 jaar geleden geschilderd. Uit een bewaard gebleven brief weten we dat hij vooral getroffen was door het beeld van die man, rijkend en grijpend in de kaken van het weefgetouw. De hele dag lang. Een hard bestaan. In onze tijd komt dit niet meer voor. Voortdurend is het werken verbeterd. Die ontwikkeling vanuit het verleden is niet geleidelijk gegaan. We spreken immers van de industriële revolutie. In tijden van crisis en recessie waren ingrijpende maatregelen nodig. Hier wordt in Helmond een nog niet eens zo oude fabriek gesloopt. De gebouw, dat heb ik in de tijd nog zien bouwen. Oh ja? En nu zijn ze het weer aan het afbreken. Dat is ongeveer een jaar, 40 geleden. En in die tijd, toen dachten ze, dat is een gebouw voor een mensenleeftijd. Maar je ziet wel, nog een halve mensenleeftijd en het ligt alweer tegen de grond. Ja, en ze hebben er nog moeite mee ook om het af te breken, hè? Ja, want het is zeer solide gebouwd. In de grond hebben ze van die putringen gelegd en die hebben ze volgestort met cement. En daar is die beide... Wat nu verdwijnt, blijft in de herinnering voortleven. Te meer omdat er vroeger de foto- en filmopnamen zijn. Als deze hier, zoals beide gebouwen aan het kanaal lagen in Helmond. Het is toch jammer, want hiernaast, die bouwen waar we nou voor staan, daar waren in de tijd de kantoorgebouwen. In die tijd was dat zeer luxueus, alles met hout bekleed. Zelfs een skeercilinder in het gebouw aanwezig. Herinneringen, zoals zoveel die hebben aan dit bedrijf, die erbij betrokken waren. In hun gedachten blijft het voortleven. Maar na hen is er alleen geschiedenis. Gebaseerd op wat er aan materiaal, schrift of foto is bewaard gebleven. En dit is een moderne weverij. De weefmachines zijn zo geautomatiseerd dat één wever wel een stuk of 10 ervan tegelijk onder controle kan houden. De draad wordt heen en weer geschoten. Het patroon is geprogrammeerd. De wever hoeft alleen de zaak draaiende te houden. Hij heeft zijn handen wel vrijgekregen in vergelijking met de wever van Van Gogh. Een lange weg is de weeftechniek sindsdien gegaan. Hier is de beweging gemechaniseerd en daardoor had de wever gelegenheid om tegelijk meerdere getouwen te bedienen. Een stelsel van haak en paal bewaakt de inslag en stopt de machine bij draadbreuk. Bij deze driecilinder Dobby-machine uit 1925 zorgt een vernuftige automaat voor het wisselen van patronen. Ook in andere sectoren van de industrie zien we hoe de mens steeds meer de machine het werk laat doen. Hier moderne textiel drukmachines. Met drukblokken werd het patroon aangebracht. Een zwaar, maar ook precies werk. Weer een andere industrietak. Een moderne machine voor schroefbouten. Eén doorgaande procesgang.
opstuiken van de kop van de boot in vier stadia. Hier volgt achtereenvolgens het ontbramen, reduceren, punten en schroefdraad inwalsen. Eerst wordt een ring gesmeed die de kop gaat vormen. De ring wordt later aan de bout geweld. Ik ga het materiaal nu stuiten om het materiaal van dit krijg met pellen om dat te compenseren. De ring die ik hier nou omheen zet, dat was straks de kop van de bout. De zand dat je nou opgooit, is om een slag te vormen dat het ijzer niet verbrandt. En anders bij die weltemperatuur dan zou het verbranden. Dat kun je ook zien, dan springen de vonken af. Het boutlichaam, met inspanning en vakmanschap gemaakt. Toch doet deze machine het in dezelfde stappen. Maar de man bij de machine staat er heel anders voor. Niet alle tegenwoordige industrie is vergemechaniseerd. Hier een klein bedrijf waar dozen gemaakt worden. In dit bedrijf is het vooral het oude gebouw wat herinnert aan vroeger. Het karton wordt in de gewenste maat gesneden. Het uitstansen van de dozen en deksels met de degelmachine. Doosjes worden gevraagd in gevarieerde afmetingen, maar in kleine series. Handmatige productie is hier de oplossing. Nog aanwezig uit die tijd is deze nietmachine, met drijfriem aangedreven. Tegenwoordig wordt deze machine niet meer gebruikt. Maar met het oude gebouw en andere historische stukken houdt hij de herinnering levendig aan vroegere werkomstandigheden. Nu is ook hier de sloper gekomen. Op een bepaald moment wordt het oude vertrouwde beschouwd als irriterend en storend element van een gepasseerd stadium. In de vernieuwingsdrang wordt het opgeruimd.